Yo, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag hebben we een vraag van Bert-Jan. En het is eigenlijk een vraag die ik niet eens hoef op te lezen. Maar Bert-Jan die vraagt naar mij. Raymond, er zijn niet zoveel goede hamstringoefeningen. Welke doe jij? Bert-Jan, als jij lid bent van dit kanaal, als je bent geabonneerd op dit kanaal, dan weet je dat we niet aan onzin doen. We gaan mijn tijd niet verspillen, we gaan jouw tijd niet verspillen. We gaan alleen oefeningen laten zien die echt werken. En dat gaan we natuurlijk doen na de intro. Komt-ie! Je komt ze vast wel eens tegen in de sportschool. Fit girls. Fit girls, prachtig. Hebben ze een paardenstaartje in en de vakjes hebben ze ook gedefinieerd. Of hoe noem je die dingen? Die fit girls, ze zijn eindeloos bezig met de hamstrings trainen, de billen trainen. Van kickbacks tot kettlebell deadlifts tot donkey kickbacks en ga zo maar door. Maar als je al een tijdje traint, dan weet je dat die oefeningen niet het echte verschil gaan maken. Ik ga je zo een oefening laten zien en een aantal variaties daarop die echt werken. Gaan we. Deze bal noemen we een Swiss bal, een fitnessbal. Ze hebben hem vast wel bij jou in de sportschool. Of je koopt er eentje bij de Lidl bijvoorbeeld voor €1,05. Kost het niet zoveel. En als je er goede oefeningen mee weet, is het een verschrikkelijk zwaar trainingsmateriaal eigenlijk. Het ziet er altijd zo simpel uit, zo lichtjes uit. Als iemand dat voordoet, zoals ik, ziet het er meestal lekker licht uit. Het is niet ingewikkeld. Je legt je voeten op het midden van die bal, dus je legt niet je kuiten er helemaal op. Je legt echt je hielen ongeveer op het midden van die bal. Gaat vlak op de grond liggen. Ik vind het persoonlijk fijn om mijn ellebogen een beetje de grond in te duwen. Ik heb ook mensen hier trainen die vinden het fijner om de handen plat op de grond te leggen, zodat ze een groot raakvlak hebben. Ik vind mezelf zoiets, mijn bovenlichaam zoiets steviger. En dan kan ik wat meer op mijn onderlichaam trainen, omdat mijn bovenlichaam al stevig genoeg is. Als ik lig en ik duw mijn ellebogen de grond in, hoef ik alleen maar mijn heup omhoog te brengen en zorgen dat mijn bekken een beetje naar voren is gekanteld. Ik ga dus niet met een hele holle onderrug deze oefening uitvoeren. Ik wil hem een klein beetje bol slash eigenlijk vlak maken. Kom ik lekker hoog en zoals je ziet beweeg mijn heup netjes omhoog. Ik trek die bal in. Ah, dan krijg ik gelijk kramp in mijn hamstring, vandaar dat ik even naar beneden schoot. Ik hoef alleen maar mijn heup omhoog en omlaag te bewegen. Wat ik dus niet doe is mijn benen in en uit trekken, terwijl mijn heup op dezelfde positie blijft. Dit is niet de juiste uitvoering. Nu gebeurt er 0,0 in mijn lichaam. Mijn hamstrings worden niet volledig gebruikt. Dus samenvattend, vlak, hoog heup, zo hoog mogelijk. En als we in de gestrekte en in de ingekorte positie zijn, ook zo hoog mogelijk. Ik gun het die heup dus niet om helemaal naar de vloer toe te gaan. Als je de basis onder de knie hebt, dan geef ik je nog een aantal varianten. Een aantal zwaardere, snellere varianten. We kunnen ook nog... Ik ben nog in beeld. We kunnen ook nog op de grond gaan liggen. In dezelfde startpositie als daarnet. Lichaam maken we straks lekker recht. Alleen nu kruis ik mijn armen over mijn lichaam heen. Ik gaf net als startpositie ellebogen of handen aan, zodat je een groot raakoppervlak hebt met je bovenlichaam. Op het moment dat ik mijn handen over mijn lichaam heen kruis, kan ik alleen stabiliseren met mijn schouders. Dus op het moment dat ik nu omhoog kom, is mijn buikregio, mijn core regio, is veel harder aan het werk, omdat ik een deel van mijn bovenlichaam uitschakel. Een nog veel zwaardere variant daarvan is om mijn handen helemaal omhoog te doen. Zo verklein ik echt de ruimte op mijn steunvlak van mijn schouderbladen. Echt enkel mijn schouderbladen, die steunen nu op de grond als ik mijn armen omhoog hou. Hierdoor is mijn buik dus verschrikkelijk hard aan het werk. Niet alleen mijn buik natuurlijk, al de obliques en de onderrug, alles. Dus ik hou mijn handen gestrekt en ik trek die bal in en uit. Op het moment dat je dit allemaal kan, dan kunnen we nog één dingetje veranderen. En dat is de oefening op één been doen. Ik doe dit even voor met mijn ellebogen op de grond. Het is een hele zware variant. Dus we gaan in dezelfde startpositie liggen. Eén been doen we een beetje omhoog. Je kan hem iets makkelijker maken door mijn been helemaal boven mijn schouderbladen te brengen. Of de zwaarste variant, we houden mijn been ongeveer daar. Ik kom omhoog en ik probeer nu op één been die in te trekken. Zoals je ziet schiet mijn been omhoog omdat ik geen verschrikkelijk sterke hamstrings heb. En ze gisteren heb getraind. Zoals je ziet is dat een hele zware variant. Als je echt een pro bent, dan doe je natuurlijk gewoon je handen de lucht in.
en op één been en je been niet boven houden en in- en uittrekken. Maar even op dat niveau zijn, moet er nog wel een tijdje doortrainen. Wil je nou nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Daar kan je ook abonneren. Dit was Raymond Schultz, totalstraining.nl. Ignite your fire and grow stronger.